dan moet je mij nog even uitleggen. Waarom rijden jullie met auto's uit de jaren 80, 70? 70 en 80. Wij willen laten zien waar de stokkers vandaan komen. We beginnen met de jaren 70 rijden er auto's van en we gaan tot 90 en niet verder. Want dan, vanaf toen zijn het allemaal gewone stokkers. Want het is, in die tijd was een hele veelzijdigheid aan auto's. Hoe zijn jullie ooit op het idee gekomen om die oude auto's weer na te maken of ze weer uit de schuur te halen? Dat idee dat is gekomen met de 50ste cross in Halm. Dat hebben we niet zelf bedacht, maar toen waren er oude auto's en dat vonden we zo leuk. We zeiden, daar moeten we wat mee doen, we moeten een club daarvan hebben. En dan kunnen we dat laten zien aan het publiek. En zijn het allemaal auto's die jullie weer hebben opgebouwd of ergens hebben gevonden? We hebben het helemaal nagebouwd. Allemaal nagebouwd, dus in feite zijn het allemaal nieuwe auto's, helemaal weer opnieuw? Die drie die wij hebben zijn helemaal opnieuw opgebouwd. Maar er rijden bij de club ook auto's die er nog waren. Dus die zijn echt 40, 50, 60 jaar oud? Zeker, ja. Ja, klopt, helemaal. Die van ons zijn, die drie van ons, zijn dus replica's. En er rijden ongeveer 4 originele auto's mee. Hoe kom je op die keuze om juist die auto te gaan namaken? De eerste auto, dat was Arjen zijn idee. Het is allemaal Arjen zijn idee. Arjen is de denker en de doener. Ik help wel een klein beetje mee. De eerste auto was die van Rob Ruig. Daar had Arjen vroeger een hele goede band mee. Die wou die namaken. En dat was eigenlijk de eerste, een van de eerste echte stokkers die op de baan kwam. In Friesland en Noord-Holland. Dus die hebben we nagemaakt. Die is in 1984 op de baan gekomen. En die hebben we nagemaakt. En daar reed Arjen mee. En als je nou weer zou het volgende project zou moeten bedenken. Hoe ga je dan, denk je dan aan degene waarmee je de meeste foto's van hebt? Of een auto waar je zelf een mooiste herinnering aan hebt? Ik laat zoeken eerst een goede foto. Dan nemen we zeg maar het wiel. Of 15 inch. Dat is een maar. En daar vanaf gaan we meten en omrekenen. En zo proberen we een beetje in de buurt te komen. En zo goed mogelijk na te maken. En als je dan zo even een beetje bedenkt van wat je allemaal hebt aan beeldmateriaal. Uit welk jaartal zou dan de oudste stokkaart kunnen komen die jullie kunnen namaken? Dat is heel moeilijk. Maar wij willen eigenlijk niet allemaal stokkers. Wij proberen oudere auto's er ook in te betrekken. Dat vinden we leuk. En een auto die speciaal is. We hebben deze gebouwd. Dit is een hele unieke auto. In Noord-Holland werden ze gebouwd op een licht vrachtwagenchassis. In Friesland deden ze op onderstel van Amerikanen. Nou, we hebben ze allebei. We willen graag iets speciaals. Als we nog ooit weer iets gaan maken, dan is het een hele aparte, speciaal auto waar de mensen wel herkenning in hebben. Iets van Willem Bosma. We weten nog niet of er nog wat gaat komen en wat het dan gaat worden. Maar wel iets wat wel bekend is bij het publiek, maar niet een gewone auto. Nou, we gaan het zien. Heren, heel veel plezier met de ouderwetse Stokkaart Club. En ik zie jullie graag weer langs de baan rondrijden.